zien we de klaarveer van Medworth finale 2023. Dylano van Uden tegen oudkoning Rens Verberg. En Dylano komt een duiker over. Bij de start even graag een beetje rustig. Maar onderweg moet ik ze aan allebei. Want het is niet niks. 13 jaar, gaat er maar aan staan en je komt meteen. Je komt meteen hier in de grote pool terecht. Ja, daar droomde van. En of je het dan houdt of niet, dan ben je toch een baas. Echt waar. Dylano, jongen. Ademhalen, hè, de wette. En gas op die lolly, jongen. Gas op die lolly. Goed zo, moedig hem eraan. En hij is aan het opstappen naar zijn startvak. En Rens zit ook op zijn paard, op zijn volbloed. En die mag achteraan starten hier. En dan is het wachten op het signaal van Twan Striphout. En dan gaan we zien wie er in 2023 met de titel naar huis gaat. Is het een routinier of een debutant? Het is gruwelijk spannend. Even kijken of het gelijk opgaat. Rens is ook op de baan. Dylano is er bijna. Even kijken. En ze moeten nog een keertje draaien. Het was bijna goed getimed, maar ja, de puntjes op die hier, hè, die startcommissie, jongen, die onverbiddelijk, die gasten, dat moet perfect zien. Enfin, er wordt wel gedraaid. Enfin, jullie kunt het zien. Ja, ze zien los! En dan gaat Rens in hier! En Dylano, die moet godgruwelijk op stoom komen, en dat doet hij ook! En Rens verbergt! Jongen, jongen, jongen! Dylano, jongen, gas met de beestje, gas! En hij komt eraan! Hij probeert het dicht te rijden, maar Dylano heeft tempo nu ook gevonden, zie ik! Ik ben ze kwijt! Ja, dan komen ze aan, mensen, met de finale 2023. Met aan de leiding Dylano. En dan vlak achter Rens Verberg met al zijn ervaring. En Rens die spoorde me flink aan. Rens die moet wel weer goed maken. Het is nog steeds Dylano. Nog steeds Dylano. En gaan we het hier meemaken. Dan de mannen van 13 jaar. Koning van de Metros wordt. Dylano van Uden. Dylano van Uden, Rens Verberg. Koning van de Metros. Dylano van Uden. Met 13 jaar wordt hier koning van de Metros. En van slot Rens Verberg met 3-4 lengtes.